Yo beste kijkers van de Cold Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker Mindtopia doen. En vandaag op Mindtopia gaan we weer eens gewoon even ons rondje maken. Sowieso gaan we daar even kijken bij bouwbedrijf of je al open is. En even het juiste research pack aanzetten. Heel even kijken waar je staat, want ik heb er super veel. Ik heb deze nodig. En dan moet deze even hieronder. En klaar. Want als ik dat niet doe, dan heb ik altijd heel erg veel... Ja, hoe heet het? Als ik mijn Topia Research Pack aan heb staan, dan heb ik normaal gesproken heel veel lek op andere servers, waardoor dat komt. Ik zou het niet weten, maar op mijn Topia gaat het altijd perfect. Dus vandaar dat ik het altijd, voordat ik mijn Topia ga spelen, eigenlijk nog moet aanzetten. Alleen ik vergeet dat bijna altijd. Sollicitaties. Oké, okay, nice. Een donatiebox. Hashtag kaas. Oké, okay, nou, weet je wat? We gaan hem gewoon lezen. Is ook maar één boekie. Beste Cools, ik heb hier een donatiespel. Verwacht niet heel veel. Ik ben er net pas. Misschien ken je me nog van de stream. Even kijken, hoe heet die? Agent Zijlstra. Die naam die komt me zo bekend voor, hè. Een euro, 5 euro, 15 stiek. Daar stop ik dan mee. 15 stiek, want ik hou van stiek. En wat was de rest geweest? Ik doe een dansje voor je neus, als ik je één keer zie. 1K, dit was echt hoop, of dit was het. Hopelijk heb je een leuke prijs, anders helaas. En dan ga ik toch even helemaal doorscrollen naar pagina 50, want jullie weten eenmaal dat ik het altijd doe. Dus het is niks van niks dat hij 50 pagina's heeft. Hashtag, vind jij kaas ook zo lekker? Natuurlijk, ik ben ook een echte kaaskop. Ik hou gewoon van kaas, kaas is lekker, kaas is beast. Oh yeah, even kijken, wij moeten gaan omlopen. Want ik wil naar Gwaedil toe. En dan ga ik heel even kijken wat de snelste weg is naar Gwaedil. Aangezien... Is dat niet via... Ja, nu ben ik even aan het denken. Ik kan natuurlijk via Heratopia volgens mij meteen naar Gwaedil. Of Heratopia Cosmo Gwaedil. Het komt me ergens bekend van voor dat ik op een hele snelle manier naar Gwaedil moet kunnen. Dus we gaan er gewoon even kijken. We gaan er gewoon even zwemmen. Ben ik vergeten te drinken of zo? Want dan denk ik mijn fitheid helemaal omlaag. Ik heb nu nog maar 96, terwijl ik 97 wil te hebben. Maar dat komt helemaal goed. Even kijken. Hier zo ligt de boot naar Heratopia. En dan weet ik niet helemaal zeker of we vanuit hier ook naar Gwaedil toe kunnen. We gaan gewoon even kijken. Maar ik neem aan van wel. En ik weet trouwens ook helemaal niet waar deze uitkomt. Ja, in Heratopia, dat weet ik. Maar waar in Heratopia? Wow, wat een slecht weertje hier. Nou, even kijken. Dan moeten wij helemaal naar deze kant toe. Want hier zo liggen dan de nieuwe dingen, denk ik. Nee, wacht even. Dit is het oud gedeelte van Heratopia. Dit is helemaal niet het nieuwe gedeelte van Heratopia. Even kijken. Oh, wat een smerig weertje. Even kijken. En volgens mij zien jullie echt voor de eerste keer in een hele lange tijd weer een keer regen bij mij. En dan komt, ik had dat eerst altijd natuurlijk uitstaan, de regen. Maar ik heb uiteindelijk beslist om het weer aan te zetten. Want ja, nooit te regenen is natuurlijk ook niet leuk. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat? We zetten het gewoon aan. Mijn PC kan het best wel aan. Dus ja, daar kan helemaal niks mis mee. Hoppa. Volgens mij moeten we hier ergens naartoe hoor. Even kijken, hier zo is dan de trouwtuin. Dan moeten wij... Waar is het dan ook eens de inkoop? Oh ja. Oh ja, hier is die boot. Kijk, de vuurwerkboot. I found it. Nou, tenminste, ik heb het bijna gevonden. En dan moeten we hier zo naartoe. Oh ja, ik kan natuurlijk gewoon over de hekjes heen springen. Ik vond het al zo raar wat er gebeurde. Hier staat de ijskoekkar. En dan zijn we er bijna even eten. En dan moeten we gewoon helemaal rechtdoor. En dan daar aan de rechterkant liggen de portals. Holy damn, wat komt hier dan? Hier komt ook een huge kledingwinkel of zo. Ja, zo, die kletters. Even kijken, die gaan naar Qtraxia. Ja, had ik net zo goed meteen naar Qtraxia kunnen gaan. Maar kunnen we dan niet via Cosmopolitan of zo naar Heratopia toe? Want via Qtraxia heb ik ook nog geen portal gezien naar Heratopia. Dus ik ga heel even kijken hoor. Ik ben echt nog helemaal in de war. Of naar Gwaedil bedoel ik. Nog helemaal in de war hoe ik naar Gwaedil moet komen. This Industrial. Ja, zo komen we sowieso niet in Gwaedil. En wat zit hier dan? Dit is dan weer Heratopia. Maar wat zit dan helemaal aan de andere kant? Want daar zit ook nog een portal. En als we hier dan Indus en de andere hebben, Heratopia, zou die dan naar... Ja, ik weet het echt niet meer. We gaan het wel zien. We gaan gewoon kijken. Weet ik toch niet waar we allemaal naartoe gaan. Jalalala. Oh ja, dan komen we daar weer langs met een mooi gebouw.
Jij, dat is mijn gebouw. En binnenkort moet ik ook nog trouwens een bouwaanvraag gaan doen in Qtrexia. En ik moet nog even iets regelen met een plotje. Alleen ik heb nog de burgemeester niet gezien. Maar misschien dat ik binnenkort even beter moet gaan zoeken. Of ik moet binnenkort even een afspraak gaan plannen met de burgemeester. Want ik wil heel graag nog een plotje erbij. Qtrex in Mindtopia. What? Oké, we zijn voor helemaal niks helemaal omgelopen. Maar dat maakt niks uit. Oké, dan zitten we nu in Qtrexia. Het is echt voor mij nog een doolhof. Rolandia en Cosmopolitan. Gaat er niks meer naar Gwedel toe of zo? Ik wil naar Gwedel. Verder heb ik helemaal niks te zoeken. Nieuw Qtrexia. Doet de bus het alweer? Of is de bus nog steeds kapot? Nee, dus de bus is ook al kapot. Echt, al die bussen zijn kapot. Hier verderop lag al een bus in het water. Ik weet niet wat dat is hier met die buschauffeurs, maar blijkbaar kunnen ze niet te koop. Oh. Ik wou zeggen, het zag er wel vet uit om te kopen eigenlijk. Ik dacht van hebben. Maar nee, dat wil niet hebben. Want ze verkopen hem helaas niet. Oké. Waar moeten wij naartoe? In gods hemels naam. Want ik weet echt totaal niet waar wij nu naartoe moeten, jongens. Ik ga wel gewoon door de middle of the nowhere. Ik zal er vast en zeker wel ergens uitkomen. Ik vraag me alleen af waar we uitgekomen. Oké, nou, we zijn weer ergens uitgekomen. Moeten we hier dan omhoog of zo? I don't know. Wacht, dat is de bannershop. Ja, nu begin ik het langzamerhand weer een beetje te herkennen. Dat is dan de bannershop. Dan moeten we even kijken. Moeten we hier naartoe. En dan hebben we hier als het goed is een brug liggen. Yep, daar hebben we de brug. En zoals jullie kunnen zien, hier zo heeft dus is een bus te water gegaan. Ik vind het nog steeds super geniaal. Er staan ook bordjes op. Ik zit hier. Even kijken, mijn stoel, koekjes. En Harkje heeft hier zijn behoefte gedaan. Lol. Is dat een hond of zo, Harkje? Of is dat een speler? I don't know. Afzetting in verband met gecrashte bus, zie je? Dus is een bus gewoon gecrashte poef het water in gegaan. En dan hebben we hier, oh, dit is trouwens ook wel vet. Een ijskoopwagen. Ja, de updates blijven mooi. Het is alleen nog steeds even zoeken van, ja, hoe kom je het beste op een locatie waar je moet zijn? En ja, dus ik ben op dit moment aan het zoeken naar de Heratopia portals. Maar die gaan we zo meteen. Of Heratopia, Gwedel portals. Maar ik ga ervan uit dat die gewoon nog in het oude. Hollandia wou ik zeggen. Oude Qtrexia liggen. Want anders wordt nog een hele. Oh wacht, nee. Ik had via de andere portals van Rolandia. Had ik naar. Ja, naar Gwedel kunnen. Damn, was ik helemaal vergeten. Maar dat maakt helemaal niks uit. Dat komt helemaal goed. Dan gaan wij gewoon even deze kant op. En wie weet zit hier ook wel een portal. En dan zijn we gewoon pech en dan moeten we een stukje omlopen, joh. Ook geen probleem, toch? Omlopen kan altijd. Even kijken, waar moeten wij zijn? Ik hoop heel stiekem dat hier ook een bordje met Gwedel staat. Maar dat weet ik niet echt niet zeker. Even kijken. Gwedel, Wasteland. Gwedel, yay! Nice. Wat de heck komen wij er nu weer uit? Dit is dan Gwedel. Dan moet ik even kijken hoor. Dan moet ik hier links op, denk ik. Yep. En dan moeten wij. Oh, wacht. Hier waren dan de oude portals. Oh, ik snap het al. En dan kunnen we hier zo naar Valk toe. Yes, I found it. Ik weet helemaal niet of er iemand bij Valk online is. Want ik wil eigenlijk graag lekkere hamburgertjes kopen. En ja hoor, daar is iemand online. Zo. Nou, dan gaan we eens even lekker een stekje hamburgers inkopen. Of ja, zullen we meteen twee stacks doen? Goedemiddag. Ik had graag twee stacks lekkere hamburgers. Dan kunnen we tenminste weer even vooruit. Zo, ik zou niet weten wat ik ben. Oh, hij is voortaan direct een binnenlandse zaak, hè? Nice. Even kijken. 7000. Ach joh, hier heb je wat voor. Zo.
Kijk, daar ben ik heel makkelijk in. Zo, kijk, lekker hamburgers erbij. Nou, heel erg bedankt. En nog een fijne dag. Zo, oké, nice. Oké, doeg. Ja. Wat wil ik hij zeggen is? Nee. Even kijken, waar moeten we nu ook weer eens naartoe? We moeten dan nu naar deze kant toe, denk ik. Ga ik vanuit. Dan moeten we waarschijnlijk de brug over. En dan moeten we even kijken waar we een dikke weer naar Rolandia terug kunnen. Het is echt het dodel van het jaar geworden voor mij. Maar dat komt goed. Ik zie hier rechts een bus staan, een bus halten. Maar, gaat hij naar een stad toe of gaat hij naar Uptown toe? Oeh, en het is, hij gaat naar Cutrexia toe. Gaat hij alleen naar Cutrexia toe? Oké, dat betekent dus echt dat we helemaal via Cutrexia moeten we helemaal weer omlopen naar die kant om uiteindelijk weer verder te gaan. Hoewel, we kunnen ook via Cosmopolitan gaan. In Cosmopolitan staat er helemaal niet bij. Hier staat Wasteland en Cosmopolitan, maar dat is Wasteland en Cutrexia. Of, Gwydil. Ach joh, wat maakt het uit? We gaan weer een stukje rennen. Want deze bus die doet het volgens mij ook al niet. Tenminste, dat dacht ik te hebben gezien. We kunnen wel even gaan kijken bij die bus. Want hoe dan ook, we moeten er toch in de buurt van zijn. Want ja, we moeten terug uiteindelijk weer bij Rolandia uitkomen. Eventjes kijken. Dit is, dacht ik, de bus die ooit... Hey, deze doet het wel naar nieuwe Cutrexia. Yes. Kijk, dit scheelt een heel stukje lopen. Fijn dat deze bus wel reed. En dan moeten we hier naar boven toe. En dan komen we dan alweer uit in Rolandia. En zoals jullie beginnen te merken, begin ik uiteindelijk de wegen al een beetje te kennen. En deze gaat dan naar Cosmo. En deze gaat dan weer naar Rolandia toe. En, oh, deze poort komt weer hier uit. Oh, nice. Dat valt wel mee met hoe ver het lopen is. Oh, wacht even. Je gaat toch niet zeggen dat ik voor niks helemaal ben omgelopen? Wel dus. Ik had gewoon naar vanuit daar naar Cutrexia kunnen gaan. Ach ja, wat maakt het wel trouwens chill dat die portals daar weer zitten. Scheelt me heel veel lopen. Maar ik heb weer lekker 2 sappige stacks met hamburgers bij. En dan gaan we eens eventjes kijken. Oh, ik dacht even dat ik daar een hele rare head zag. Maar er was helemaal geen... Niks apart wat ik zag. Oké. Okay. Oeh. Deep Red. Mooi setje trouwens, Deep Red. En hier hou ik ook nog steeds van Pacific Blue. Wat is dit dan? Oh, dus grauw. Ja, af en toe zie ik dat echt totaal niet, joh. Je moet echt af en toe in het licht kijken. Maar we hebben wel... Oh, damn. Wie heeft er zoveel bruin in gekocht? Bruin, bruin, bruin. Nog meer bruin. Wat is dit? Is dit bruin enchant? Ja, dat is bruin enchant. Trouwens, ook een hele mooie kleur. Ik zou hem wel eens even aantrekken voor degenen die nog niet weten wat voor mooie kleur het is. Bruin enchanted. Die past, ja, niet helemaal... Ja, die past trouwens ook nog bij mijn pakje. Moet je kijken hoe mooi die is. Bruin enchanted. Dat is echt vet, hè? Dat is een echte aanrader om bruin enchant te halen. Dat is echt een mooie kleurtje. Tenminste, ik vind het een hele mooie kleur. En ik heb er ook al meerdere items van. Maar even kijken. Zo, mooi. En hij staat trouwens ook op heel veel kleuren, zoals jullie kunnen zien. Maar het mooiste zou hier staan op dit moment in de setjes die we hebben op... Ik denk bijna op wit. Nou, ik weet niet. Nou, weet je, we laten hem daar mooi op staan. Hij staat niks voor niks daar. Iemand weet echt wel wat die heeft gedaan, denk ik. En dan gaan we nu weer... Oh, te... Ja, weet je wat, we gaan gewoon terug. En dan de volgende keer gaan we gewoon even kijken of we een bouwaanvraag kunnen indienen voor... daarachter. Ik zou zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.